Kom. U mag naar de film kijken van uw broer. U mag plaatsnemen op de tafel, stoel. En dat is Hendrik, uw broer. U kent hem. Logisch. En hij kan voor u starten. Dit heb ik gemaakt op mijn manier. En wat doet het met u? Ja. Kijk, mijn broer is altijd eerlijk geweest. Hendrik is altijd eerlijk. Eerlijk en open. Eerlijk en open. Mooi boodschap. Behoed mooi. Ja. Je tikt het. Je tikt naar parhuller. Kat horora. Op hem ken je. Ja. Ik ken Hendrik. Hendrik is een scoreboy man. Ik had hem vorige week woensdag ontmoet. Mm-hmm. En toen heb ik hem gemaakt. Oké. Dus bij deze. Ja, want hij is in de top van de... Nee, hij zit in een revalidatiecentrum. Geen opvangcentrum. Nee, een revalidatiecentrum. Want ik heb hem gebeld en toen zei hij aan mij, zei van Dida, ik ben in een revalidatiecentrum. Ik zeg oké, dan. Ja. Ja. Nou, dat was de boodschap van hem. Dat was de boodschap van hem. Geweldig. Mijn breedte, mijn brede, heel altijd open. Ja. Nou, u mag op de volgende stoel gaan zitten. Dat is voor aan de kant, daar. U gaat vandaag stoelendans doen. Ja. Nou, goed. Broertje lief, Ricky zei de naam van. Je ziet hem voorin staan. Ja, Shanti. Nou, en aan de linkerkant. Opragwaal Giskaal. Idherke Giskaal. Andere kant. Andere kant. Dan kan ik hem de verleden trek zo jagen. Nou, op toe was Wisser. Kan haar toe Rikje.
Tor bhai to Rikhi se. Tu kahan Rikhi hai? Oké, ga ik hier in het midden schrijven, hier aan deze kant. Die handen wordt altijd eisen, dat die hij bij oefer, handen ik kan tikken die hand. Ah, ja, toen kan hij tikken. Alleen op het wit mag niet, hè? Alleen op het wit mag niet, hè? Nee. Wit mag niet, maar groen mag wel. Ja, groen mag, heel mag. Oranje mag. Ja. Oké. Geel mag. Ja, geel mag, maar krant tikken niet checken, want hij drukt druk door. Ja. Ik neem die oranje hier, mag dat? U beslist, dan moeten we even naar beneden, want het krant hier. Ja, ik neem die oranje. Voorzichtig. Dus je moet schrijven mijn naam. Ik schrijf je naam. Ik heet ook, ik ben ook een S. Schrijf hij? Waarheen? Een groep solim, ik heb solim para gegeven. Stabiek solim para. En de datum van vandaag, kleine. Vandaag is 15, 16? Nou, 16 maar. Wacht. 16 maar. Wacht, ik pak, ik hoop vast. Ja. Ik kan een beetje dik deed. Haar ik denk. 16 maart. 2011. Ja, dat is mooi. Oké. Geef niet. Hou die pen vast. En de opdracht is... Helen heeft een vraag, vlag van haar. En de bedoeling is om een vlag van Shanti Para te schrijven. Grote koeien letters. Grote koeien letters, ijs en berkakken. Ja, dus Helen kreeg het toch? De Shanti kreeg je. Shanti. En als je wilt, geboortedatum en overleden datum kan. Oké, laat maar kijken. Dus, je weet. Karauwje. Karauwje, zeker. Moet ik je helpen? Ah, oh, dat ding vast, ja. Goed zo. Weet je wat meneer geboren was en overleden is? Even twee tellen. Want hij is van 6 oktober. 1 terug. Je kan ook de jaartalen zetten. Ik heb een pen papier. Ik ga hem stoppen.